Vanavond in Bouwstof. Thalia Verkade over hoe verkeer onze openbare ruimte bepaalt. Jox Jansen over de cruciale fase in de spoorzone. En Kees-Jan Pen over de post-corona binnenstad. Welkom bij Bouwstof. Thalia Verkade, journalist bij De Correspondent, publiceerde onlangs samen met Marco de Brummelstroet het boek Het Recht van de Snelste. Tijdens haar onderzoek ontdekte ze hoe dominant de auto is bij de inrichting van onze publieke ruimte. Wij lijken dat allemaal heel vanzelfsprekend te vinden, maar is dat ook zo? Thalia, welkom. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over mobiliteit. Tijdens het begin van jouw onderzoek voor het boek, wat je zelf ook wel een ontdekkingstocht noemde, begon je eigenlijk met het idee, ik wil het fileprobleem oplossen. Oplossing die lag eigenlijk in fietssnelwegen, zo dacht je. Maar gedurende je onderzoek, eigenlijk al vrij snel, veranderde jouw hele blik op die opgave. Zou je dat eens kunnen toelichten? Ja, zeker. Ik wilde me nuttig maken nog als journalist in een zomerproject dat nog een week of 7 zou duren, want ik was zwanger en daarna zou mijn verlof beginnen. En ik dacht, fietsen is ook een leuk onderwerp voor van de zomer, maar het moet wel nuttig zijn. En toen net kwam er een oproep van de 4 wethouders van de grote steden en de directeur van de Fietsersbond, die zeiden in de krant, als 1 op de 10 werknemers de fiets pakt. Fiets zou pakken. Ja, als 10% minder autoverkeer, dan zijn de files opgelost. Dus ik dacht, nou, dat ga ik uitzoeken. Waarom is dat dan nou zo moeilijk? Ja. En ik pakte ook meteen door en ging uit van, dus we moeten gewoon fietssnelwegen hebben, dus we moeten douches op het werk hebben. En je had de oplossing al uitgedacht. Ik had eigenlijk de oplossing al uitgedacht. Voor een probleem wat eigenlijk net iets anders lag, bleek. Ja, dus ik kwam aan bij mijn, wat later de co-auteur van dit boek werd, Marco de Brummelstroet. Die heette fietsprofessor, die heeft mij aangeraden, moet je eens mee praten. Dus ik ging naar hem toe en ik vroeg, waarom zijn er geen douches op het werk? Dan kan iedereen toch op die fietssnelweg naar zijn werk. Ja. En toen zei hij, waarom ben je eigenlijk het fileprobleem aan het oplossen? En waarom zijn de fietssnelwegen de oplossing? En toen begon ik zo van, dat fileprobleem, dat is toch gewoon heel groot. Dat is economische schade. Iedereen heeft er last. Dat is toch ook heel vervelend om in die file te zitten. En hij bleef mij eigenlijk maar vragen stellen. Gaf mij absoluut geen antwoorden over waar ik voor gekomen was. En aan het einde van dat gesprek dacht ik, het is eigenlijk wel, ik heb er eigenlijk niet eens echt over nagedacht. Waarom ik het fileprobleem zou op, omdat het een probleem heet. Ja. Maar hij zei, jij staat toch ook wel eens in de supermarkt even in de rij? Dus eigenlijk niet het probleem. Ja, is misschien. Het... Maar wat was wel het probleem? Wat werd toen ineens de onderzoeksopgave? Waar ik achter kwam is dat er heel veel aannames in mijn hoofd zaten en ook in onze taal zitten. Bij praten over mobiliteit. Waarbij die heel erg ook vanuit de auto geredeneerd zijn eigenlijk. Ja. Dus het hele idee van de fietssnelweg is al autologica. Je maakt de snelweg ook voor fietsers. Ja. En het fileprobleem is ook een probleem eigenlijk een soort van vooruitperspectief. Alsof door een vooruit aan het kijken zijn. Ja, alles vanuit de auto gedacht. Ja, heel veel vanuit de auto gedacht. Dus dat merk je ook met een woord als parkeerplaats. Dat is niet een autoparkeerplaats, dat is een parkeerplaats. En daar mag je niet je fiets of je kliko op neerzetten. En toen ik dat helemaal begon te zien, toen ging er dus een wereld voor mij open. Dus ik dacht, en vooral ook, waarom heb ik dat nooit beseft? Hoe diep zitten we hier dan in? Dat ik helemaal in die autologica aan het denken was. Zelfs als ik over fietsen nadacht. Daar richten we dus ook kennelijk alles op in. Dit is heel groot. Want ik ben niet de enige die dat doet. Nee. En je ondertitel van het boek, de titel is Het Recht van de Snelste. De ondertitel is Hoe ons verkeer steeds asocialer werd. Dat is een heftige uitspraak. Dat gaat heel erg over dat sociale aspect. Hè? Ja. En het dus asociale. Hoe zie je dat? We richten de ruimte nu eigenlijk in volgens een soort van de logica van een technische studie. Verkeerskunde is eigenlijk een studie die gebaseerd is op, het zegt engineering, zeg maar. Rekenmodellen, dus dat is, ja, dat zijn verkeersmodellen en dat is eigenlijk de straten als een soort van pijpleidingen waar alles doorheen moet kunnen blijven stromen. Dus je hoort wat hoort, doorstroming van het verkeer. En ook een verkeersinfarct is bijvoorbeeld een probleem. Dus dat klinkt als iets heel heftigs, iets wat potentieel dodelijk is. En daar richten we de straat op in. Terwijl je de stad is natuurlijk juist ook, dat zijn niet alleen maar pijpleidingen in het luchtledige. Dat is een verzameling mensen die elkaar ook ontmoeten op straat. Het is de plek zelfs waar de maatschappij gevormd wordt, een deel van de samenleving, het ontmoeten van onbekenden. Ja.
heel belangrijk voor een maatschappij. Zeker in een stad. Zeker in een stad. Ja. Ja, dus, dus ik begon te zien dat, dat ik de stad eigenlijk zag als een verzameling gebouwen met pijpleidingen daartussen. Ja. Niet en bewust, machines maar, die daar doorheen bewogen. Dus ja. De auto's. Ja. En dus zelf ook van één grote machine waar kleine met radertjes die draaien. Ja. Terwijl je ook naar de stad kan kijken als een verzameling mensen die allerlei menselijk gedrag vertonen. Ja. En een deel daarvan is dat we efficiënt willen zijn en dat we snel van A naar B willen. Maar dat is natuurlijk niet alles wat mensen zijn en zeker in de stad. En dat wordt nu allemaal wel bevorderd ook door corona, zo lijkt het. Dus in Milaan komen fietspaden op de autowegen. In Parijs worden banen vrijgemaakt voor fietsers. New York heeft hele wandelwegen ervan gemaakt. Ook in Tilburg hebben we wel enkele voorbeelden. Maar het lijkt nog wel iets beperkter. Nederland is al heel erg ingesteld als fietsland. Zijn hier nog wel dan echt slagen te behalen ook? Ja, ik vond het super boeiend om te zien wat er nu de afgelopen maanden gebeurde. Want inderdaad, er zijn de steden waar echt honderden kilometers fietspad worden aangelegd. En het is natuurlijk heel logisch om te denken, en dat is ook wel zo, van Nederland heeft dit al. Dus die steden zijn nu een inhaalslag aan het maken die wij al gemaakt hebben. Maar ik heb me dus voor het boek ook in de geschiedenis verdiept van hoe kan het eigenlijk dat Nederland een fietsland is? Zit dat nou in ons DNA of is Nederland plat? En waar ik achter kwam. Zo logisch is het niet. En daar hebben we best wel voor gestreden. Er is een enorme politieke strijd inderdaad. Is daaraan vooraf gegaan. In de eind jaren 60, begin jaren 70 is er echt. Zijn eigenlijk burgers en ook in heel brede zin. Dus uit alle hoeken van de samenleving, zeg maar. Hoog, laag, rijk, arm. Die hebben echt hoog gezegd tegen de auto en ook tegen het alles inrichten zo met die machinelogica. Ja. En in de jaren 70 had je de doodlichtacties. Dus gewoon echt vele honderden mensen die naar Amsterdam met de fiets. En, omdat er enorm veel verkeersdoden toen vielen. Dus je kon overal met de auto doorheen en er gingen 400 kinderen per jaar dood in die tijd. En dat is dus sindsdien veranderd, maar dat is niet zomaar veranderd. De autoruimte is terugveroverd op de fiets. En daar hebben we het systeem wat we nu hebben aan te danken. En wat je ziet is dat we in Nederland eigenlijk hebben we toch die doorstromingslogica wel weer toegepast. Want die fietspaden zijn ook toch wel heel erg. Nou ja, wordt allemaal ook eigenlijk ingericht toch als kleine autoweggetjes. Van je kunt dan lekker doorfietsen op de fiets. En de auto's kunnen lekker door op de autoweg. Gescheiden is veilig. En dan heb je dus toch weer die doorstromingslogica te pakken. Die toch heel gunstig is de als je. Gedacht weer. Ja, of vanuit efficiency. Dus het is allebei denk ik vanuit efficiency, doorstroming, snel van A naar B. Ja. En dan heb je het niet over. Je kunt onderweg zijn. Ik vind het ook fijn als ik snel ergens kan komen hoor. Maar misschien. Ken je als je op de fiets zit wel op het moment dat je ineens zo'n plotselinge inval hebt. Ja. In de auto misschien ook wel, maar ik heb het nog vaker op de fiets. Je zintuigen staan open, je bent lekker aan het rijden. En ineens schiet je dat idee te binnen wat je helpt. Dat is ook iets, daar zou je ook de ruimte op kunnen inrichten. In het begin van je boek haal je ook al vrij snel de Cityring aan. Jij bent hier langs geweest, de Tilburgse Cityring. Waarom is dat als casus opgenomen in jouw boek? Ja, ik werd uitgenodigd, heel leuk, door eigenlijk een verkeersambtenaar van de gemeente hier. En een verkeerskundige ingenieur. En ze hadden Tilburg uitgekozen als een plek om mij. Ik wil gewoon snappen hoe verkeerslichten werkten. Dus de stad en wat die niet eens zozeer met technisch hoe ze werken. Maar vooral wat zij ons uit handen nemen als mensen. Dus het heet ook, ik zou een stoplicht, verkeerslicht natuurlijk. En dan zeiden ze nee, het heet een VRI, een verkeersregelinstallatie. Ja. In dat woord zit ook heel veel besloten. Je kunt dus mensen. Het is heel technisch Het is heel technisch en we worden dus geregeld door die dingen. Dus dat is niet de menselijke autonomie die daar centraal staat, zeg maar verre van. Dus en zij lieten me zien hoe dat werkte. En ik was echt, dat kwam in het boek terecht omdat ik. Ik me verdiepte in het kruispunt aan de Cityring waar we stonden. Daar zit het vlakbij basisschool De Elzen. En ik kwam erachter dat er dus een paar jaar terug de directeur daar echt een enorme strijd heeft gevoerd om dus een kleine VRI, dus een voetgangers, stoplichten te krijgen. Een veilige oversteekplaats voor de basisschoolkinderen. Ja, voor de kinderen. En, maar die kon hij dus niet krijgen. Daar moest, hij heeft uiteindelijk Sinterklaas erbij gehaald. Het was eind november en er was een hoogwerker. En heeft hij een Sinterklaas in laten klimmen om de media erbij te halen. Om te zeggen, kijk, als de gemeente het niet doet, moet Sinterklaas maar doen. De veiligheid van de kinderen waarborgen. En dan denk je, het kan niet zo zijn. Ik vond het een fascinerend voorbeeld. Het kan niet zo zijn dat een stadsbestuur niet wil dat er een paar honderd kinderen niet kunnen oversteken. Nee. Dus hoe diep zit die logica dan wel niet in ons denken? Ja. Dus die hele doorstromings- en vooruitlogica
dat dat niet mocht. En mag dan dus niet, want ja, de verkeersmodellen zeggen dat het niet mag. Nee. Dus we worden in die logica overgenomen door de machine. Ja, door de auto. Een zebrapad is niet gelukt. Uiteindelijk is er wel een iets veilige oversteekplaats. Ja, maar de auto is een stoplicht, inderdaad. Ja. Ja, heel kort op groen inderdaad. Heel dus ongewenst. De auto blijft dominant nog steeds. Ja, dat ook. En dus, maar ik denk dat het met name het verkeerskundige logica bepaalt dat er dus zo weinig ruimte voor die... Voor die menselijke kant. Het is namelijk gewoon kinderen die in hun eigen woonomgeving niet naar hun school kunnen lopen. Dat is iets heel geks dat zo sterk is. Ja, ja. Dus, en het is de auto is er denk ik, misschien belangrijk om te noemen, is meer een soort van uitkomst daarvan. Of een effect. Ja. Dus de auto laat het beste zien wat het probleem is van het denken wat erachter ligt. Ja. Ik wil nog heel even, in je boek had je het ook heel mooi over verkeer, verkeren, verkering. Ja. En ik zag vanochtend toen ik in Tilburg liep, zag ik dit plaatje. Dat gaat er wel een beetje over. Zou je dat, die oorsprong eigenlijk van dat woord nog eens toe kunnen lichten? Die woorden die zijn dus etymologisch verwant. Is het verkeer en verkeren. Verkeren is natuurlijk gewoon met elkaar omgaan eigenlijk. En het verkeer is eigenlijk een soort gereduceerde technische versie daarvan. En die natuurlijk op die efficiëntie en die doorstroming is gericht. En ik denk dat wat je hier ziet, let op, zorg dat je elkaar ziet. Het gaat heel erg over die menselijkheid eigenlijk. Het gaat over menselijkheid, maar wat me hier ook opvalt is... kijk, als de fietser de automobilist niet ziet, voor wie is het dan een probleem? Dan is het voor de fietser, ja. Als de automobilist de fietser niet ziet, voor wie is het dan een probleem? Nog steeds voor de fietser. Dus het is, we zeggen hier als het ware, we hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid op straat. Ja. En daar zie je eigenlijk ook weer die autologica. Dat is in de praktijk nu zo, maar daar zijn vragen bij te stellen. En als je kijkt naar onze aansprakelijkheidswet, dat is eigenlijk heel bijzonder in Nederland. Die is dit niet. Die zegt eigenlijk, die automobilist die heeft het genoegen van het rijden in een auto. Ik rij zelf ook auto. En dus als je daarin zit, dan ben je veilig en veel veiliger. Ja. De minder kwetsbare partij. Ja. Daar staat dus een enorme verantwoordelijkheid tegenover. Dus daarom ben jij 50% aansprakelijk in het geval van zo'n ongeluk. En dit communiceert eigenlijk, de fietser en de automobilist moeten samen op elkaar letten. Als laatste wil ik nog even kijken naar de ontwikkelingen in Tilburg. De City Ring. Die we net al even hebben besproken. Dit is de huidige situatie. Het is een beeld van ZUS, ontwerpbureau dat nu een plan maakt voor dat hele grote stadsforum. Waar de Cityring eigenlijk dat plein of die openbare ruimte doorkruist. Er is nu een nieuw plan gemaakt waarin de weg flink versmald wordt naar één rijbaan, één richting nog steeds. En ten zuiden daarvan een dubbel rijbaan fietspad. Het wordt daarmee eigenlijk veel meer... eerst was het een autoweg met brede trottoirs door de stad. Nu wordt het een echt mensenplein waarin de auto te gast wordt eigenlijk. Te gast is. Ja, wat vind je dan van zo'n ontwikkeling? Ik vind dat woord mensenplein heel bijzonder. Want daarmee zeg je volgens mij echt... we stappen achter die vooruit vandaan. En we richten niet meer in op onze machines die ons moeten dienen. En een auto kan heel handig zijn. En je moet hier misschien, als je hier camera's nodig hebt of als hier toneelspelers zijn met decorstukken, je wil hier kunnen komen. Ja, laden zeg maar lossen, ook voor de winkels. Et cetera. Het is, dat ding kan ontzettend praktisch zijn, maar je zegt eigenlijk, we draaien het om. Dus ik vind, je hebt een prachtige Amerikaanse poster. Waar dan op staat, steekt het hert de weg over? Je ziet een hert op een weg in een bos. En dan is de vraag, steekt het hert de weg over? Of loopt de weg door zijn leefgebied? Ja. En dat is eigenlijk, hierbij zeg je dan eigenlijk, de weg liep door het leefgebied van ons Tilburgers. Die weg die kan er zijn, die kan handig zijn, maar we gaan de snelheid eruit halen. Dan kun je ook weer veel makkelijker verkeren. Ja. Als er dus een enorm verschil is tussen heel snel en heel zwaar. En een voetganger en iemand in een auto. Ja, dat kan eigenlijk, dan kun je niet verkeren met elkaar. Nee. En haal je die snelheid eruit en zeg je, we maken er eigenlijk weer een mensenstraat of een mensenplein van. Dan kan die auto daar zijn als een onwelkome gast misschien. Maar er is ook nog best wel wat weerstand op de bereikbaarheid, op de doorstroming ook met name. Men is bang voor filevorming. Nou, dat wil je ook niet op zo'n plein. Ben je daar ook bang voor? Of heb je voorbeelden van, dat is niet zo, dat zie ik heel anders? Ja, het eerste is natuurlijk die angst. Hè? Ik wou ook het fileprobleem oplossen. Ja. Dus die angst is, vind ik interessant. Wat is er precies? Het verkeersinfarct klinkt heel erg. Maar hoe erg is het precies? Ik denk zeker voor bijvoorbeeld ondernemers die bang zijn voor omzetverlies.
Als je nou eens opnieuw blanco begint en denkt over je eigen zaak en denkt, oké, waarom is die doorstroming van belang voor mijn zaak? En zit er niet ook een verdienmodel in dat er misschien veel meer mensen veel langzamer langs mijn winkel gaan? Ja. Kun je dat herinrichten? En het is ook, dat is een politiek dilemma. Hè? Dus er zijn winnaars en verliezers. Het kan zijn dat het voor iemand minder goed is, maar het is dan nu voor een heleboel andere mensen misschien minder gunstig, dat de situatie nu gunstig voor zo iemand is. Ja, maar hoe zouden we dat moeten aanpakken? En welke knoppen moeten we draaien om tot een bepaalde verandering te komen? Ik denk, stop met aan knoppen draaien, dat is heel technisch. Het echt weer politiseren. Want wat echt de achterliggende ontdekking is, achter dit alles, dat gaat helemaal niet over verkeer. Dat gaat erover dat we vraagstukken heel vaak heel technisch maken. Dus we zeggen, het zitten verkeersmodellen en in richtlijnen. Je hebt zo'n instituut, de CROW, dat kent eigenlijk niemand. Gewoon een mens kent dat niet, maar dat blijkt een superbelangrijk instituut die precies bepalen hoe onze straat eruit komt te zien. En dat zijn eigenlijk maar richtlijnen. Daar kun je gewoon van zeggen, nou, die kunnen handig zijn. Hè? Dat zijn voorbeelden eigenlijk van hoe je iets kan inrichten. Maar daar zit die autologica weer in. Dus als je nou zegt, het is gewoon blanco, het is publieke ruimte dit. De straat is publieke ruimte. Dus we kunnen het er met z'n allen weer over hebben. We moeten daar allemaal samen ook over hebben. Ja, en we moeten er allemaal over hebben. En het klopt dat je daarover gaat twisten en je gaat er ook niet uitkomen ook. En je gaat winnaars en verliezers hebben. Maar als ze dat gaan erkennen, dan kan iedereen weer meepraten. Terwijl nu is het heel vaak, hebben mensen het idee, ik heb hier helemaal geen stem in. Want volgens de richtlijnen moet het zo, of volgens de verkeersmodellen moet het zo. Ja. Dus openbare ruimte is van ons allemaal, dus het gesprek moet ook met ons allemaal gevoerd worden. In je boek noem je het ook heel mooi, frictie geeft glans. Wrijving geeft glans, wrijving geeft glans. Ja, ik merk het zelf, het is dus niet de makkelijkste weg. Nee. En het is makkelijk om te zeggen, het staat in de handboeken van verkeerskundigen staat dat we het zo moeten doen, want dat is veilig. Dat is makkelijk, maar dat is dan veilig binnen de context van een op auto's ingerichte omgeving. Ja. En als je daar van los wil komen, dan gaan de dingen langzamer, maar dat is dus misschien zo erg niet. Ja, ja. Nou, het laatste woord zal er nog niet over gezegd worden. En er is nog veel meer om over te praten. In je boek staat ontzettend veel informatie, heel veel nieuwe inzichten. We zien hem hierachter. Als mensen meer willen weten, het willen lezen, ze kunnen het kopen bij de lokale boekhandel, maar ook bestellen bij de Correspondent. En ik begreep dat het dan zelfs wordt bezorgd per fietscourier. Ja, dat is zoveel mogelijk. Dus dat is een netwerk van aaneengesloten fietscourierorganisaties. En waar mogelijk krijg je het dan. Dus komt er een fietscourier bij je langs die het kom bezorgen. Dus. Nou, we gaan ermee door. Dankjewel. We gaan door naar Henriette. En zij spreekt met Jox Jansen. De Spoorzone heeft al vele ruimtelijke successen mogen vieren. Denk aan de houtloods. De herbestemming van de polygonale loods, gebouw 88, het vergroende Stekelenburgplein en natuurlijk de Lokhal. Toch werd er onlangs een speciaal kwaliteitsteam aangesteld dat gaat toezien op toekomstige ontwikkelingen in de spoorzone. Voor wie dacht dat de grootste transformatie van dit gebied nu al achter de rug is, hebben wij nieuws. Het gaat namelijk nu pas beginnen. Voorzitter van deze commissie, Jox Jansen, is aangeschoven om uit te leggen. Welkom. Laten we maar beginnen bij het begin. Wat is een kwaliteitsteam eigenlijk? Kwaliteitsteam, Tilburg heeft daar ervaring mee. Eerder in de Piershaven is er ook een kwaliteitsteam ingesteld. En daar waren hele goede ervaringen mee. En een kwaliteitsteam bewaakt eigenlijk de planontwikkeling van in dit geval de spoorzone. Dus wij mogen overal meekijken bij ieder plan wat nieuw ontwikkeld wordt of wat in de pijplijn zit. En daar mogen we over adviseren. Maar we hebben ook zoiets als de Welstandscommissie. Is die ook nog steeds in beeld of zijn jullie daar een vervanging van? Nee, we zijn geen vervanging van de Omgevingscommissie, heet dat tegenwoordig. Die kijkt ook mee. Maar omdat de spoorzone een heel belangrijk gebied is voor de stad Tilburg en er heel veel op stapel staat, wilde de gemeente ook een soort extra paar ogen. En extra expertise eigenlijk om zowel de gemeente, maar ook de ontwikkelaars die straks aan de slag zijn. Om met elkaar het goede gesprek te voeren over de ambitie die je hebt met dat gebied. Maar ook hoe hou je de architectonische, de stedenbouwkundige en de cultuurhistorische kwaliteit overeind. Ik was eigenlijk wel een beetje verbaasd op de timing van de komst van dit kwaliteitsteam, of ook wel Q-team genoemd. Naar mijn gevoel is al heel veel gebeurd in de spoorzone. Er ligt een enorme brokslaan natuurlijk in. De komst van de Clarissenhof, de Lokhal, die nu langzamerhand verdwijnt achter Planté en de Brabander zijn natuurlijk in aanbouw. Clarissentoren komt. Er zijn al best wel veel beeldbepalende besluiten genomen eigenlijk. Waarom komt er nu pas of nu een kwaliteitsteam om de hoek kijken?
Ja, inderdaad, wat je zegt, er is natuurlijk al het nodige gebeurd, gelukkig. Zeker sinds de crisis van 2008. Er is veel in gang gezet met, denk ik, als pièce de résistance de Lokal, die natuurlijk internationaal ook furore heeft gemaakt en terecht. En tegelijkertijd gaat het gebied een hele nieuwe fase in. Er wordt er heel veel programma aan toegevoegd. Is vastgesteld in een koersdocument wat de gemeente heeft opgesteld. Dus vorig jaar in 2019 door de gemeenteraad ook vastgesteld. En dat gaat eigenlijk de ontwikkelingen voor de komende 10 jaar begeleiden. En dan gaat het best wel om forse schaalsprong, zou je kunnen zeggen. Kijk alleen maar naar vergroting van het woonoppervlak bijvoorbeeld. Dat is nu ongeveer 30.000 vierkante meter. En dat gaat uiteindelijk naar bijna 200.000 vierkante meter. Dus dat zegt wel iets over... Nou ja, de intensiteit van het programma en de transformatie die Spoorzone de komende periode nog ondergaat. Ja. Dus eigenlijk, misschien moet het grootste nog wel komen. Wat gaat er eigenlijk nog komen? Want we hebben, Clarissehof hebben we al, de Lokal. En we hebben nog wat oude panden die herbestemd zijn natuurlijk. Ja. Welke beeldbepalende projecten zijn dan nog in aantocht? Een groot aantal. In de richting van het NS-plein, het blauwe gebouw, het oude UWV-gebouw. Daar komen woningen. Rondom de koepelhal en de wagenwerkplaats komen woontorens. Die komen daarnaast? Die komen dan mogelijk bovenop. Dus dat wordt vrij spectaculair. Dus dat wordt ook interessant om te kijken hoe je daar oud en nieuw... toen en toekomst op een interessante manier met elkaar verbindt. Ik denk dat dat ook wel de grote opgave is voor in ieder geval dat deel van de spoorzone... waar heel veel erfgoed te vinden is. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de westzijde van het gebied achter Yves, polygonale loods. Dat is een beetje nu nog wat schraal gebied, Zwijsseplein. Die asfaltplak die daar nu ligt, waar het busstation voorheen zat. Ja. En daar zijn ook ontwikkelingen gepland, onder meer een hotel, ook woningen, parkeervoorzieningen. Dus ook daar aan die kant gaat nog het nodige gebeuren. En dan heb je inderdaad de Clarissetoren, wat ook nogal een forse ontwikkeling is. Dus er staat echt nog heel veel op stapel. Ja, met al die nieuwbouwprojecten die dus nog in aantocht zijn, wat kan er nog misgaan in de spoorzone? Want het lijkt wel eigenlijk, mensen zijn allemaal heel enthousiast over, het wordt goed bezocht. Volgens mij alleen maar heel positief. Ja. Hè? Dus ik denk, het is een fantastische showcase ook voor gebiedsontwikkeling in Nederland. Maar ook voor de stad Tilburg. Hè? De spoorzone laat eigenlijk zien in wat voor positieve flow de stad terecht is gekomen. Maar ik denk juist daarom extra belangrijk om de kwaliteit in dat gebied... te borgen en te zorgen dat eigenlijk dat wat de stad omarmd heeft, hè, die wat rauwe kanten van die spoorzone, om die toch overeind te houden. Terwijl tegelijkertijd natuurlijk er heel veel programma bij gaat komen. Dus er gaat ook heel veel veranderen. Ja. Dus ik denk als je over 10 jaar door het gebied heen loopt, dan moet het qua gevoel en sfeer nog die rauwheid hebben en dat industriële gevoel. Tegelijkertijd moet het gebied ook weer verrijkt zijn met nieuwe functies. Dat zie je nu bijvoorbeeld met een ontwikkeling als Mindlabs. Dat gaat echt wat betekenen voor het gebied. En om dat goed in balans te houden, denk ik dat zo'n kwaliteitsteam, dat is maar een instrument, maar dat helpt om, om de lat hoog te leggen, maar ook te houden. Ja, er zijn natuurlijk meerdere grotere gebiedsontwikkelingen geweest in Nederland natuurlijk. Heb jij een beeld in je hoofd waarvan je denkt, dat moet het absoluut niet, daar moeten we echt voor gaan waken dat dit het gaat worden? Een gebied wat ik wel interessant vind, maar vooral niet als voorbeeld voor spoorzone wil gebruiken, is Kop van Zuid in Rotterdam. Dat is natuurlijk een iconische ontwikkeling. Maar als je kijkt naar wat daar met het erfgoed is gebeurd, daar heb je Hotel New York. Maar dat is eigenlijk een van de weinige elementen die nog is overgebleven. En waar uiteindelijk zie je in dat gebied dat het nieuwe programma eigenlijk domineert over het oude programma. En daar geen versmelting tussen oud en nieuw heeft kunnen plaatsvinden. En je ziet dan ook dat het gebied eigenlijk niet of nauwelijks
tot leven komt. Veel hoogbouw. Veel hoogbouw, ja. Natuurlijk met al die valwinden. Ja. Het is geen prettige plek om uiteindelijk te verblijven. Het is wel een hele stedelijke plek. Hè. Het heeft echt wel wat en het betekent nog steeds iets voor de stad. Dus ik wil daar niks aan afdoen, maar ik vind dat eigenlijk iets waar de spoorzone van weg zou moeten blijven. Dus zeg maar, de rol dat het erfgoed of die het erfgoed op die plek heeft gekregen, is eigenlijk te ondergeschikt aan de nieuwbouw. Dan zie je dat het te geïsoleerd is. En dan zijn het één of enkele iconen die nog wat mogen doen. Ja. Die het verhaal eigenlijk en de ziel van de plek tonen. En het krachtige eigenlijk van de spoorzone is natuurlijk dat eigenlijk die hele spoorzone van voor tot achter, van oost tot west, dat ademt cultuurhistorie. Je moet straks ook over 10 jaar, zullen we zeggen, dat gevoel van bloed, zweet en tranen van al die arbeiders die daar aan die wagens of die in de wagenwerkplaats hebben gewerkt, aan die treinen. Dat moet je nog wel kunnen voelen. Ja. En dat moet niet ergens in een hoekje zijn weggedrukt. Maar als ik kijk naar de Lokhal, die wordt eigenlijk alweer aardig aan het zicht onttrokken door een grote nieuwbouwontwikkeling. En als ik hoor dat op de Koepelhal en dergelijke grote nieuwbouwprojecten bovenop worden geprojecteerd. Dat lijkt me wel een risico voor het gebied om die rauwheid te verliezen. Ja, nou ja, en ik denk dat met dat in het achterhoofd de gemeente ook zo'n Q-team in stelling brengt. Ja. Met de nodige expertise in het team. Rondom restauratiearchitectuur, cultuurhistorie, landschapsarchitectuur. Dus er zitten verschillende disciplines in. Ik had het wel de indruk dat het accent op cultuurhistorie lag. Want ik zie een restauratiearchitect, iemand die veel onderzoek doet naar cultuurhistorische verkenningen maakt, et cetera. Jijzelf komt ook van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in tegenwoordig. Ja. Dus daar lijkt wel het accent op te liggen. Ja. Nou ja, dat zegt ook wel iets over, denk ik, de balans die gezocht moet worden. En die de gemeente graag ziet tussen het oude en het nieuwe. Tussen wat was en wat nog gaat komen. Ja. En dat is een hele delicate balans. En dat is, denk ik, per deelgebied en per plan, zullen we dat iedere keer opnieuw moeten gaan bekijken. En zeker als je met ontwikkeling in de zakelijke markt te maken hebt, met inderdaad soms woontorens die door projectontwikkelaars worden gebouwd. Ja, dan zullen we heel scherp op de bal moeten blijven. Ja. En dan zullen we ook echt tegenwicht moeten bieden om ook daar de lat hoog te houden. Ja, ja. Als kwaliteitsteam probeer je de doelstellingen van de gemeente voor dat gebied in de gaten te houden. Kun je nou zelf ook accenten leggen? Dat je zegt, nou ja, we gaan hier heel scherp op zijn, want dat vinden wij als kwaliteitsteam echt belangrijk. Ja, die ruimte die wordt ons geboden en zo voelen wij dat ook. We hebben in die zin ook een wat vrije rol. Hè. We moeten formeel adviseren als het gaat over die planontwikkeling. Maar we mogen ook met alle ontwikkelingen die ook te maken hebben met leefbaarheid of met openbare ruimte, mogen we ook meekijken en ook adviseren. Ja. Dus we zijn nog maar een paar keer bij elkaar gekomen, maar er ontwikkelt zich nu al een gesprek over bijvoorbeeld inderdaad de openbare ruimte die eigenlijk, eigenlijk alles in dat gebied een beetje aan elkaar moet kitten. Hè? Het ook je het gevoel moet geven dat je in die spoorzone bent. En nu is die openbare ruimte nog heel erg gefragmenteerd. Hè? En ieder deelgebied weer anders. Dus ik denk dat dat straks bijvoorbeeld een heel belangrijk element wordt om daar heel goed op te letten. Ja. Hoe richt je die in? Hoe geef je die de goede materialisering, de goede sfeer mee? Ja. Hoe zorg je voor een doorwaadbaarheid in het gebied? Hè? Dat het voor voetgangers en fietsers heel makkelijk wordt om er doorheen te komen. En dat je dus ook makkelijker van de spoorzone naar de wijk Theresia kan komen misschien? Ja, nou ja, dat vind ik wel overigens het positieve. In het vorige gesprek ging het over mobiliteit. Je ziet ook dat de inzichten in de toekomst van mobiliteit wijzigen. De gemeente heeft dat ook wel in de SMIS. Dus in het koersdocument wordt al gesproken over een afschaling, afwaardering eigenlijk van de burgemeester Brokslaan. Ja. Die gaat naar twee rijbanen toe. Okay. Er wordt straks geprobeerd, en daar gaan wij natuurlijk ook scherp op letten, dat nu is het nog een obstakel, hè, op weg naar Theresia. Ja. En dat moet een soort vloeiende beweging worden. Het is echt een scheiding. Ja, en dat moet over 10 jaar echt anders. Ja. En is dat ook tegelijkertijd de grootste opgave voor de spoorzone, denk jij, dat die openbare ruimte goed laten aansluiten overal en inrichten? Nou, dat is één van de kernopgaven. Ja. Een andere hele belangrijke, of er zijn twee andere hele belangrijke opgaven. Enerzijds aan die westzijde, waar ik het straks over had, wat natuurlijk nu een wat
Nou, voor veel mensen zit dat niet in de beleving, hoort dat niet bij de spoorzone. Hè? Hoe trek je dat erbij? En daar heb je natuurlijk veel minder eigenlijk... het bestaande is daar helemaal niet dominant. Weinig erfgoed. Ja. Daar waar het nieuwe UWV-gebouw zit en die grote asfaltplak waar de busstation eerst gezeten heeft. Dus daar zul je veel meer met architectuur en stedenbouw echt iets nieuws neer moeten zetten. En hoe doe je dat goed? Ja. Zodat het goed schakelt met de spoorzone. Ja. En in de oostkant van het gebied, dus richting Waken, werkplaats en koepelhal. Ja, daar wordt dat samenspel tussen oud en nieuw heel relevant. Ja. Hoe zorg je ervoor dat die woontoren straks, dat het eigenlijk een soort symfonie is met wat er staat, in plaats van dat het afbreuk doet aan dat oude. Ja, ja. Tot slot, laatste vraag. We gaan straks met Kees-Jan Pen praten over de post-corona stad, binnenstad. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Gaat deze coronacrisis ook nog iets betekenen voor de ontwikkeling van de spoorzone, denk je? Ongetwijfeld. Je ziet, en dat is het interessante, dat eigenlijk de spoorzone, hè, de ontwikkeling die we de afgelopen periode hebben meegemaakt, mogelijk is gemaakt. Ook wel door de vorige crisis, de financiële economische crisis van 2008. Dat was eigenlijk het moment dat de gemeente ook samen met de ontwikkelaar koos voor een heel ander ontwikkelmodel. Heel gelukkig vind ik een gelukkige keuze. Dat heeft de spoorzone gemaakt tot wat die nu is. Daarom is het interessant dat er nu eigenlijk weer opnieuw een crisis aanbreekt, nu we voor die tweede sprong staan. Je ziet al de eerste effecten. Een restaurant als Yves, wat is omgevallen. Er moet op zoek naar een nieuwe bestemming voor de polygonale loods. We zijn veel meer aan het thuiswerken. Dus dat wellicht dat iets gaat betekenen ook voor die kantorenmarkt. Dus voor die prognoses in de plannen wordt er heel veel ruimte geboden aan kantoren. Hoe gaat dat in de toekomst eruit zien? En het interessante is, denk ik, van de ontwikkeling in de spoorzone, dat er een kader is vastgelegd en geen keurslijf. Dus je kunt ook mee ademen met dit soort nieuwe ontwikkelingen. Maar het is nog een klein beetje koffiedik kijken van wat het exact gaat betekenen voor de spoorzone. Ja. Maar dat het iets gaat betekenen, dat is wel duidelijk. Ja, oké. Het wordt een spannende en interessante tijd, verwacht ik zo. Dankjewel voor dit gesprek, Joks. Dank je. Dan gaan we verder met Toertje Tilburg met Tim. Tim is voor ons op pad geweest en ging een kijkje nemen bij Vormenrijk. En daarna ook nog naar gebouw Plan T aan het burgemeester Stekelenburgplein. We zijn flink aan het huishouden in onze stad. Maar wat komt nou waar en wanneer en waarom en voor wie? Nou, dat laat ik jullie zien. Vandaag ga ik daarom op zoek bij Plan T. En we gaan het hebben over corona en bouwen in tijden van corona. In Toertje Tilburg met Tim. Stefan Ritsen, architect uit Maastricht. Oh ja, en waarom staan wij dan hier in Tilburg? Ja, je hebt mij uitgenodigd om toelichting te geven over Plan T. En hier hebben we een lange periode aan gewerkt, dus dat is wel hoop om te vertellen. Volgens mij stond ik hier 1,5 jaar geleden. Toen stond hier nog een boorpaal. Wat is daartussen eigenlijk allemaal gebeurd, tussen 2015 en nu? 2015 was weer een andere tijd dan nu, dus uiteindelijk zijn we op basis van het toenmalige ontwerp gaan kijken naar hoe kunnen we het gebouw zo efficiënt mogelijk bouwen. Toen was het ontwerp nog behoorlijk traditioneel, met in het werk gestort beton en metselwerk geheel. Zijn we eigenlijk alles omgeturnd naar prefab beton en casco. En dat heeft alles te maken ook met een stukje kostenstijging natuurlijk, maar ook met de beperking van het bouwterrein, ruimtegebrek. En dat heeft ons genoodzaakt om veel efficiënter te bouwen. Nou hoorde ik van de aannemer dat het gebouw eigenlijk redelijk traditioneel in elkaar zat in het begin. Maar dat er toch nog wel wat aanpassingen plaats moesten vinden om die bouw een stuk sneller en efficiënter te kunnen doen. Ja. En waren de aanpassingen waar jij het ook mee eens was? Ja hoor, kijk, het is... Je bent de moeilijkste niet. Nou, ik vind het grappig dat je dat zo vraagt, maar zo moet je dat denk ik niet zien. Ik denk dat het architect altijd een rol is om binnen een bepaald bouwproces de mooiste bouwvorm te maken. En daar ben ik ook wel trots op. Dat is ook wel goed gelukt hier. We hebben in het begin een gebouw gemaakt dat was een stuk transparanter. En dat was op traditionele manier in elkaar gezet. Dus traditioneel bedoel ik in het werkmetselen. En er zaten meer stalen U-profielen in om wat aansluiting te vinden bij de traditie van het vroegere bouwen hier. Het klassieke aspect aan het gebouw is eigenlijk van het begin af aan ook een beetje een uitgangspunt geweest.
En dat we dat in dat prefab bouwen, wat de aannemer graag wilde doen, dat we dat gewaarborgd hebben. En ik denk dat dat met name erg goed gelukt is. Ja, volgens mij heb ik in het afgelopen jaar ook wel echt verschillende tekeningen voorbij zien komen van Plan T. Had dat dan hiermee te maken? Onder andere, ja. En ook voor een deel natuurlijk, omdat het gebouw op een bepaalde manier ontworpen is, zitten er ook bepaalde kosten aan. En ik zei het straks al, de tijden zijn een beetje veranderd. De prijzen zijn heel hard gestegen van bepaalde bouwmaterialen. Dus uiteindelijk zijn we ook bepaalde dingen in het gebouw anders gaan doen dan oorspronkelijk ooit bedacht. Mm-hmm. Anders had er nooit geen Plan T gekomen, want dan was het gebouw veel te duur geweest. Ja, zoals? Er zit een hele grote vierde in het gebouw. Die is iets anders uitgevoerd dan oorspronkelijk bedacht. Minder vierkante meters bieden en meer vierkante meters vloeroppervlak, zodat het gebouw beter gebruikt kan worden. Dus als je met zo'n diep gebouw gaat werken, moet je zorgen dat er licht in komt. Dat er voldoende licht in komt. En daar zijn gedurende het lange proces wel wat wisselingen in geweest. En hebben de handen helaas niet op elkaar kunnen krijgen voor meer vierde in het gebouw. Er zit wel een centrale vierde in, maar in eerste instantie was die groter. En was het gebouw toch wat transparanter en kon er wat meer licht in. Dat is om eigenlijk het binnengebied voldoende kwaliteit te geven qua daglicht en zicht. Wij hebben een BREEAM certificering op het gebouw. Wat betekent dat jij duurzaamheid, maar ook in comfort en alles wat ermee te maken heeft, het hoogste niveau opzoekt. En daar is daglicht en zicht is daar heel belangrijk in. Maar er had ook wat meer licht in mogen komen als je het mij vraagt. Maar waarom is dat dan niet gebeurd? En meer vierkante meters realiseren op dezelfde footprint is natuurlijk altijd. Het schept meer opbrengst en dat heeft wellicht ook een rol gespeeld. Als je dan beter naar het gebouw kijkt, hè, zoals het hier staat op de achtergrond, kun je zien dat de eerste twee lagen traditioneel gebleven zijn. Dat is eigenlijk in het werk gemetseld. Je ziet hele grote boogvormige gaten. Dat was eigenlijk de bedoeling ook om daarmee uitstraling aan de openbaarheid van het gebouw te geven. Van begin af aan is het eigenlijk een gebouw geweest, een verzamelgebouw waar mensen in werken, maar waar ook horeca op de begane grond is. En vanaf de eerste verdieping, of tweede verdieping moet ik zeggen, zijn er prefab sandwichpanelen gebruikt. Die zijn bekleed met baksteen elementjes. Doordat die... Maar zijn die dan nep? Zijn die niet nodig? Al die voegjes die je ziet, die horizontale voegjes, zijn natuurlijk niet nodig. Nee. Maar als ik ze niet gemaakt zou hebben, dan zou je zeg maar per verdieping zou je ineens een voeg gaan zien. Ja. En nu maakt het onderdeel uit van de geleding van het metselwerk. Daardoor verberg je dat voegje een beetje. Ja. En daarmee hebben we ook nog bewerkstelligd dat we zeg maar de horizontaliteit van de geleding benadrukken en het gebouw. Die komt terug in de grote ramen. Dat grote raam is natuurlijk voor ons een soort vervanging geweest voor het feit dat we het gebouw eigenlijk transparanter hadden willen maken. Ja. Dus toen hebben we gekozen voor hele grote raampartijen. En dat werkt ook wel als je kijkt van binnenuit. Iets wat nog wel belangrijk is om te vertellen eigenlijk bij de verschijningsvorm van het gebouw, en helaas kunnen we niet al die onderdelen zien. Er komt steeds eenzelfde soort vorm terug. We hebben een sterke karakteristiek willen brengen aan het gebouw. Om het gebouw herkenbaar te maken, ik denk dat ook een vorm van duurzaamheid is. Als een gebouw een sterke identiteit heeft, herkenbaar is. En dat verdient het ook omdat het hier aan het plein staat. En we hebben dat bewerkstelligd door de korfboog op allerlei plekken in het gebouw een plaats te geven. Die zit in de doorsnede van het gebouw, mm-hmm. Die zit dus in de voorgevel, hij zit in de raamopeningen, hij zit bij de gewelven op de eerste verdieping. Je vindt hem ook terug bij de entreepartij straks, die nu aangekleed wordt in de vorm van een luifel. Hij komt nog een keer terug in de dakkapellen, die nu niet zichtbaar zijn, hier maar in de zijkant van het gebouw zitten. Mm-hmm. En dan krijg je eigenlijk zoiets als, ja, je zou dat kunnen noemen fractal geometry. Net zoals in de natuur een boom, dat het blad lijkt op de vorm van een boom. Dat klopt. Dus je hebt het gebouw dus ook herkenbaar willen maken door allerlei onderdelen steeds te laten terugkomen. Maar waarvoor is dan voor die korfboog gekozen? Ja, de korfboog is voor gekozen omdat op de laatste verdieping
we zeg maar binnen een boogvormig gebouw, dus een koepelgebouw. Dat is eigenlijk in het begin ook een beetje uitgangspunt al in stedenbouw geweest. We hebben het gebouw op een ronde manier zouden beëindigen van boven. Dat is weer een referentie, een knipoog naar de koepelhal die helemaal in het begin staat. Mm-hmm. Dus je begint met een koepel, ja, en eindigt met een koepel. Je begint met een koepel en eindigt met een koepel. En in deze koepel kunnen we ruimtes kwijt. Maar ik dacht dat het was omdat die zo op de voorkant van de trein zou lijken. Ja, dat is altijd mooi. Als je iets maakt wat karakteristiek is, dan lijkt het op meerdere dingen. En dan roept het bij meer mensen allerlei associaties op. Ik ben alleen maar blij om te horen dat dat zo is, want dan heeft het ook zijn juiste plaats hier. Ja, en van plan T gaan we naar, ook al zou ik het er liever niet over hebben, corona, gebiedsontwikkeling en bouwen. Wat voor invloed heeft het virus nou op onze werkzaamheden? Ik ben Bob van den Kamp, uitvoerder van Jan Saarnemers. We staan hier nu op een nieuwbouw van de Midi in Tilburg aan de Heuvelring. Oké, okay, en wat is er bijzonder aan het project? Het bijzondere aan het project is dat het een volledige herbestemming heeft. En om de oude Midi, het oude theater, toch terug te laten komen in de stad. De voorgevel ziet er ook nog uit zoals je eigenlijk vroeger was. Alleen een stukje hoger. En spiksplinternieuw? Spiksplinternieuw, ja. De bestemming zijn hier 67 studio's, hoofdzakelijk voor de verhuur aan de buitenlandse studenten. Nou ja, dan zijn we natuurlijk afgelopen maanden in een vreemde situatie terechtgekomen. Ja. Op welke manier heeft corona nou eigenlijk jullie werkzaamheden beïnvloed? Ik moet eerlijk zeggen, in die zin beïnvloed sommige leveringen, zoals tegels of hangen en sluitwerk, die nou net uit Spanje of Italië moesten komen, die kwamen wat later. Wat personeel, wat eerder of wel toch met wat lichte klachten toch thuis bleef. Dus ja, in vloed, ja, het wordt toch afgebouwd. En wij hopen hier binnen afzienbare tijd helemaal klaar te zijn. Hoi. Goedemiddag. Wie ben je eigenlijk? Bram van der Zalmen. En eigenaar van Bureau 113, architect hier in Tilburg. Oké. Okay. En waarom staan we hier en waar staan we dan eigenlijk? Het zijn kantoren. Het zijn eigenlijk een aantal kantoortuinen die we op een flexibele manier hebben ingericht. Door tussen de kantoortuinen in allerlei vergaderruimtes en stiltewerkplekken te maken. Vooral belangrijk is het naam van het totale project. Hierboven wonen dus mensen en hieronder moesten we nog een inrichting bedenken. Zo. Ik ben Tim. Ik ben Bart. Wat ben jij precies? Ik ben Bart. Ik ben mede-eigenaar van CTB. En wij verzorgen hier voor de web de afbouw van het kantoorgebouw. Je bedenkt zoiets natuurlijk al maanden van tevoren. Dus je kan je voorstellen dat dit al bedacht was voordat corona een discussiepunt werd. Dus je hebt alles op de schop moeten doen. Die plannen moesten helemaal om. Nou, we hebben in ieder geval met elkaar gaan zitten om te kijken van nou, in hoeverre leent dit pand zich voor het werken op veilige afstand. En, maar moesten de plannen ook echt allemaal? Viel het eigenlijk wel mee? Het viel mee. En dat heeft gewoon te maken met hoe dit gebouw is opgebouwd in zo'n vorm. Ja? Dus hoe is dat dan? We hebben heel lange looplijnen en die zitten zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het pand. Dus je kan met elkaar heel goede afspraken maken over de manier waarop je door het pand beweegt. En in ons geval zitten de werkplekken 2 meter uit elkaar. Het zijn allemaal werkplekken van 2x1. Dus als wij tegenover elkaar zitten, zitten we altijd meer dan 2 meter uit elkaar. Als we naast elkaar zitten, zitten we ook altijd meer dan 2 meter uit elkaar. Maar eventjes algemener, op wat voor manier heeft corona nou eigenlijk invloed op jouw werk als architect? Laten we zeggen iets meer communiceren. Dus we hebben veel meer contact. We hebben zowel online besprekingen met opdrachtgevers, maar ook met aannemers en andere. Het RIVM zegt zo min mogelijk contact, hè? Ja, maar telefonisch contact. Ja. Contact via Teams of Zoom. Want dat deden we van tevoren te weinig. En ik hoop dat we dat straks wat meer gaan doen. Maar is dat niet lastiger om? Het is ook een beetje gevoelswerk, toch? Architectuur. Ja.
het is heel fijn om even iemand aan te kijken en ook te kunnen voelen wat ze vinden van hetgene wat je ze voorlegt. Dus daar, in dat opzicht kunnen we niet wachten tot we weer wat meer fysiek met elkaar aan tafel kunnen. Oké, maar zijn er nou ook plannen waarbij die nu stil zijn komen liggen of waarbij je aanpassingen hebt moeten doen? Nog zeer beperkt, gelukkig. Ja, wij mogen echt van geluk spreken dat dat nog meevalt. Je merkt sommige dingen remmen wat af en met name processen die worden wat stroperiger. Dat is het enige waar we dan op dit moment nog last van hebben. Het enige wat we wel gemerkt hebben is dat wij in het bestaand pand aan het verbouwen zijn. Dat de mensen die boven ons wonen en leven nu hele dagen thuis waren. Dus ja, veel meer overlast hebben ontvangen, verzekeren. Veel meer overlast hebben gehad dan eigenlijk normaal. Ja, die moesten nog eens thuis werken natuurlijk. En die moesten thuis werken, maar daarbij, die moesten thuis zelfs nog lesgeven. Dus daar hebben we nog voorwerkzaamheden voor aan moeten passen dat er in ieder geval altijd lesgeven kon worden. Oké. Dus dat is een ding die we gevolgd hebben. Dit was hem weer, een toertje Tilburg met Tim. Dit keer langs Plan T, Vormrijk en Midi. Wil je nou op de hoogte blijven van architectuur en bouwontwikkelingen? Like dan vooral Bouwstof en Kast. Tot de volgende. Houdoe! De coronacrisis heeft onmiskenbaar impact op de stad en hoe wij die gebruiken. Veel voorzieningen moesten sluiten en tegelijkertijd gingen we meer lopen en fietsen. We maakten meer gebruik van openbare plekken zoals pleinen en parken. Wij vroegen ons af, hoe ziet de post-corona-stad eruit? En meer specifiek, wat betekent het voor onze binnenstad? Ik spreek erover met Kees-Jan Pen, lector de ondernemende regio aan Fontys Hogescholen. Ja, we gaan het hebben over de post-corona-binnenstad. Het heeft enorme impact op de binnenstad en er gaan klappen vallen. Wat zijn de voorspellingen? Ja. Ik kom niet echt gezellige boodschap brengen. Nee, we vallen meteen met de deuren uit. Ik hoop een realistische boodschap. Je vreest natuurlijk het ergste. De signalen zijn inderdaad niet best. Vooral voor de horecasector en de retailsector. Sommigen hebben het al over verdubbeling van leegstandcijfers. Nu denk je van, nou, het valt misschien nog wel mee. We komen er weer heel snel uit. Maar goed, je kan wel aanzien komen dat met name dit najaar toch heel veel dingen wel veel zichtbaarder gaan worden. Een aantal trends zijn eigenlijk gewoon versneld. Hè. De winkelmarkt had het al moeilijk en corona heeft heel veel dingen versneld. Het was al gaande. Ja, het is niet dé reden. Er was al heel veel aan de hand. En daar komt bij dat Nederland een van de meest druk bewinkelde landen is van Europa. Dus we hadden al heel veel winkels. En druk bewinkelde landen betekent heel veel winkels op heel veel plekken? Per inwoner. Dus we zijn al een behoorlijk, sommigen zeggen overbewinkeld, maar dat is een beetje een nawoord. Maar we waren eigenlijk al bezig met dat heel veel centra compacter moesten worden, bruisender en veel minder, zeg maar, gedomineerd door winkels. Ja. En nu zie je eigenlijk, wordt dat versneld en moet je heel snel schakelen van, hoe ga je daarop inspelen? Ja. En wat betekent dat voor Tilburg? Want Tilburg heeft de afgelopen jaren best wel hard gewerkt aan en ook goed gewerkt. Het Dwaalgebied, de Frederikstraat, nu de huidige verbouwing van de Emma-passage. Zijn al die inspanningen dan voor niks geweest? Of? Nee, je kan wel zeggen dat Tilburg heeft de afgelopen jaren echt gekozen voor de binnenstad. Dat was misschien niet altijd makkelijk. Maar daardoor zijn ze wel beter in staat om deze crisis aan te kunnen. Anders had je misschien echt een heel schraal, troosteloze binnenstad. Een soort spookstad gekregen. En dat is natuurlijk nu niet aan de orde. Nee. Elke sterke stad die wordt zwaar geraakt. Vooral steden die veel bezoekersstromen kennen. Meer dan alleen maar winkelen, maar ook cultuur, evenementen. En Tilburg was natuurlijk ook op de goede weg. Ja. En dat zie je in Brabant op meer. Dus Breda, Den Bosch, Eindhoven, die ook van traffic heet dat afhankelijk waren. Die worden nu juist heel hard geraakt. Terwijl we voor de crisis dachten van, dan gaat het goed. Ja. Ik zeg maar, opeens moeten dat soort steden speelden in de Champions League in Nederland en moeten opeens tegen degradatie vechten bijna. Omdat men niet meer die enorme koopstromen heeft. Nee. En dat raakt Tilburg ook. Ja, je noemde het best wel flinke cijfers. Een verdubbeling van de leegstand. Ja. Gaan we dat in Tilburg ook zien? Er is geen enkele reden om te zeggen dat dat niet zo is. Nee. Nee. Dus je zult... In menig binnenstad gaat dat komen. Maar dan vooral de leegstand niet in de food. Dat blijft gewoon redelijk op orde. Of stijgt zelfs nog iets. Hè. Dus met name de voedselspeciaalzaken, die kant gaat het goed. Maar met name in de kledingsector, daar is het wel bar en boos. En de schoenenbranche, die kant. Ja, en dat zit relatief oververtegenwoordigd vaak in binnensteden. Ja.
En ketens die dachten altijd redelijk stabiel te zijn, hebben het ook gewoon heel moeilijk. En daar lees je natuurlijk steeds meer over. H&M, Zara, Primark. Ja, dat is niet meer een gelopen race. Nee, nee. Wat moeten we dan met al die ruimte? Ja, kijk, het mooie. Er is natuurlijk tegelijkertijd nog steeds een wooncrisis gaande. De woningmarkt lijkt nog steeds redelijk onaangetast. Er is een enorme vraag naar woningen. Landelijk hebben ze het over 700.000, misschien zelfs wel 1 miljoen. Ja, voor een deel is dat nog wel de redding. Je kan natuurlijk niet overal maar even zomaar woningen instoppen. Maar voor een groot deel moet je natuurlijk nu kijken naar plekken die vrijkomen. Kun je daar niet veel meer een woongebied of een gemengd gebied van maken? Ja, he, dus maar dat levert ook gewoon weer inkomsten op om die transformatie mogelijk te maken. Ja, dus dan in plaats van een winkelpui lopen we ook langs een woonkamer? Nou ja, ik denk wel dat het die kant weer met meer opgaat. Dus dat je veel meer gemengde functies in zo'n binnenstad krijgt. Natuurlijk heb je nog wel een paar kerngebieden waar het vooral winkel is. Maar wat is er eigenlijk mis mee dat daar straks een heel wat meer authentiek winkeltje is, een woning, misschien een werkruimte, wat meer woningen. Ik hoorde vandaag van iemand dat 70% boven de winkels gewoon leeg staat, nu al. Hè. Ga daar wonen. Er is vraag naar wonen. Het is een binnenstad die gewild is. De spoorzonontwikkelingen wil je ook in de buurt wonen. Ja. Op zich is er helemaal niks mis mee. Ja. Maar nu, want we hebben het dan heel erg over de binnenstad en wat daar gaat gebeuren. Maar ook rondom de binnenstad wordt er toch nog veel, wordt er ook gezocht naar levendigheid. En zie je in veel, ook nieuwbouw, toch commerciële plinten gepland staan. Ja, daar wordt het spannend. Waarom zou je niet eens dat vaker gewoon op de begane grond wonen? Overal wordt gedacht, overal moeten dan commerciële functies in die plint. Ja, maar het is ook om het overal betaalbaar te maken, om het. Ja, maar dat verdienmodel moet op de hele vastgoedwereld zal toch op een andere manier moeten gaan nadenken. Dat leert deze crisis wel. En je ziet natuurlijk heel veel gebouwen waar je denkt, die plint, daar word je niet vrolijk van wat er allemaal zit. Ze staan ook nog leeg. Ook dat. Misschien voor bepaalde goedkope behandelingen of goedkope kappers is het even leuk. Iedereen kent dat soort type winkels. Dat je denkt, hoeveel kunnen we daarvan hebben? En waarom zou je niet gewoon kunnen wonen op de begane grond? Ja. Ik ben laatst in Arnhem in de binnenstad geweest. Ja, daar zie je ook een heel zuidelijke deel van de binnenstad. Gewoon woningen en begane grond wordt gewoon gewoond. Niks mis mee. Ja. Dus we zullen bepaalde heilige huisjes los moeten gaan laten. Ja, je ziet ook in die nieuwe invulling inderdaad, zie je echt een paar specifieke kansen. Je noemde net al de woningen. Zijn er nog meer kansen waar we op kunnen inspelen? Nou ja, kijk, wat ik al zei, die menging, dat was eigenlijk al gaande. Hè. Niemand wilde meer de place to buy zijn, alleen maar kopen, kopen, kopen. Maar veel meer beleving, hè. Place to be, je wil daar verblijven. waarom verblijf je in een stad? Openbare ruimte. Nou, in het vorige gesprek hebben we Spoorzone het al gezegd. De openbare ruimte is cruciaal. He, dus je kan wel topwoningen bouwen, maar als die openbare ruimte niet deugt, komen ze niet. Dus het is en-en. En dat geldt ook natuurlijk voor cultuur, verblijfsklimaat. Maar gewoon mensen die ook gewoon ergens gewoon lekker gaan zitten en de boel bekijken. Ja. Een voordeel is dat Tilburg al enorme stappen zet met vergroening. Daar moet je gewoon mee doorpakken. Ik zeg maar, je moet bijna een wekelijkse boomplandag doen, want dan moet er gewoon massaal moeten die centra vergroenen, want het is anders gewoon niet te houden in de zomer. Nee. Dus dan kun je een mooie openbare ruimte hebben, maar als je daar wegbrandt, en in de afgelopen zomer was 50 graden, dat kan niet. Dus dat kun je heel snel naar beneden helpen met bomen. Ja. Nou, dan kun je meteen weer mooi verblijven, dat is goed voor die bewoners. En voor evenementen is het aantrekkelijk. Dus zulke soort binnensteden gaan meer ontstaan. Ja. Eigenlijk wat meer, bijna een ouderwets patroon. Met niet alleen maar massaal shoppen. En afgelopen zomer zag je het eigenlijk ook. Het was gewoon ook te warm om te shoppen. Ja. Dus er moest toch wat gebeuren. Ja. Dus heel veel dingen waren eigenlijk toch al in gang. Gaat de identiteit van zo'n binnenstad dan veranderen? Rigoureus. We hebben wel eens gezegd van de gijzeling van de retailsector is voorbij. Dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar er wordt gewoon veel meer gedaan dan winkelen. Was de markt verzadigd? Of is de markt verzadigd? En te veel gedomineerd. De binnenstad werd gezien als een winkeloplossing. Terwijl je nu gewoon ziet dat er gewoon veel meer te halen is. Ook aan werkgelegenheid. Het kloppend hart is natuurlijk veel meer dan alleen maar waar je winkelt. Het is ook een soort trots van een stad. En dat zie je zich in Tilburg. De stad is natuurlijk enorm opgeklommen, omdat het weer een hart heeft. Ja. En opeens merk je dat allerlei partijen willen daar iets doen. We willen daar gevestigd zijn. Niet alleen maar wonen, maar ook culturele evenementen. Ik denk voor studenten moet zichtbaarder zijn. Ik kijk even naar mijn hogeschool. Dat geldt ook voor Eindhoven. Hè. Waar zie je iets van Fontys? Veel te weinig. Doe daar wat aan. En mij maar met een logo, doe maar eens een keer een lesruimte in de binnenstad. Het moet gewoon zichtbaarder zijn, want het is gewoon een hele jonge stad. Ja, en dus dat veel meer laten zien wat er nog meer gebeurt. Wat de mensen daar ook doen eigenlijk. En de gebruikers van de stad dan alleen maar en die komen winkelen op de fiets, lopend. En het autogebruik gaat gewoon afnemen. Je ziet nu al, als je een van die rijbanen afsnijdt, gebeurt helemaal niks.
Als je de auto moeilijker maakt, de winkelstand is echt niet daarom in zwaar weer gekomen. Dus er is ook heel veel koud watervrees. Ja. En als je gewoon een paar parkeerplaatsen opdoekt en dan maak je gewoon leuke openbare ruimte van. Iedereen blij eigenlijk. Ja, ja, dus, we spraken er net al even over met Thalia. Dus de transformatie van Stadsforum, wat er aan gaat komen. Dat juich jij dan ook toe? En jij ziet de overwegingen, de dreiging eigenlijk van het minder bereikbaar zijn, minder doorstroming. Zie je die anders? Dat is ook zo'n heilig huisje in de retailsector. Hè, van als je ook maar iets aan die auto doet, dan is meteen de hele stadseconomie kapot. Dat gebaseerd op niks. Ik sprak vandaag toevallig met iemand die zei 20% van de omzet komt maar van die auto's. En ja, je moet leven van ook de Tilburgse mensen die hier boodschappen doen, hier verblijven, hier uitgaven doen. En die komen steeds meer op de per voet, per fiets, OV. Dus, en ja, plus ja, als we ons zo druk maken over het leefklimaat, ja, luchtkwaliteit is ook een ding. Ja. Het is niet zo prettig winkel als je hebt altijd fijnstof, et cetera. Dus, en het blijkt helemaal niet zo desastreus te zijn. En kijk, je kan nog steeds wel heel goed bij de binnenstad komen met een auto, maar graag wel aan de rand. Ja. En doorgaans verkeer door een stad, dat gaat er ook nergens meer over. Dat past ook niet meer bij het verblijfsklimaat. Zeker als je straks gaat wonen. Dus heel veel dingen kun je dus zien. Ja, is corona op een bepaalde manier is een kans. Natuurlijk voor menig ondernemer niet. Ja. Maar dat gaat toch een aantal dingen versnellen. Want je zegt het inderdaad al een langere tijd. Het is niet dat je door de coronacrisis dit inzicht. Dit gaat al een aantal jaren, niet langer dat je dit inzicht hebt. Gaat corona, is dat nou het momentum om te pakken of is er meer voor nodig? Nou, misschien wel. Blijkbaar is die urgentie nodig. Sommigen zeggen, never waste a good crisis. Maar misschien dat het wel, en met name vastgoedeigenaren die niet goed samenwerken met ondernemers, dat zie je toch ook vaak in menig binnenstad nog wel, dat dit wel de schop onder de kont is en dat de partij graag gewoon samenwerken. Want anders is het voor iedereen een verliessituatie. Wie moet daarin het initiatief nemen? Kijk, als het echt niet lukt, je hoopt natuurlijk dat het spontaan ontstaat. Maar ik denk de gemeente kan het wel belangrijk aanjagen. Ik geloof wel, en waarom de gemeente? Omdat de binnenstad een grote werkgever, het is je kloppend hart, het levert banen aan allerlei mensen op. Dus dat is ook een soort gemeenschappelijk doel. En daar is de gemeente gewoon wel een belangrijke partij. En ik bedoel niet de euro laten rollen, maar wel gewoon de regie pakken en ervoor zorgen tegen die partijen, ga samenwerken. En wie moet de euro dan wel laten rollen? Want vastgoedeigenaren. Voor een deel moeten die hem vooral ook niet laten rollen, omdat ze verlies moeten nemen. Door die plint anders in te vullen? Ook. En ook de huurtarieven zullen toch omlaag gaan moeten. Anders vallen ondernemers om en dan krijg je lege gaten. En dan is de koper helemaal uit en dan heb je helemaal een grote verliessituatie. Dus de vastgoedsector zal toch wat verliezen moeten nemen. Anders heb je een probleem. En ook richting transformatie. Ze kijken nu nog een beetje naar elkaar. Wie gaat als eerste akkoord met die transformatie? Nou, dan moet je heel snel stap in maken, anders ben je gewoon te laat. Ja. En hoe kunnen ze die verliezen dan op termijn weer opvangen? Heb je daar ook een idee? Nou ja, kijk, doordat er wel woonprogramma onder andere is. Ik denk op lange termijn zullen er steeds hogere eisen moeten worden gesteld aan die gebouwen die ze hebben. In de vergroening en de verduurzamingssfeer. Pak dat dan nu meteen op, anders moet je straks versneld afboeken bij je bank. Want op termijn komt dat er toch aan. Heel veel kantoren moeten toch vergroend worden. Anders hebben ze straks een label waardoor je financiering terug gaat lopen. Dus heel veel dingen moet eigenlijk toch al gebeuren. Dus gebruik nu ergens een momentum, die rente is nog laag, toch die sprong voorwaarts te maken. En een aantal gaan omvallen, dat is niet anders. Daarvoor moet je gewoon een goed sociaal vangnet hebben. Maar ja, daar is in Nederland gelukkig een stuk beter dan bijvoorbeeld in Amerika. Dus dat, dat is makkelijk praten misschien, maar dat vangnet hebben we hier wel. Ja, ja. Maar de gesprekken moeten dus vooral gevoerd gaan worden met alle partijen samen, met ook gebruikers. Het liefst natuurlijk wel. Maar goed, dat hebben we wel inzichtelijk. Hè? Wat bezoekers allemaal willen, dat wordt natuurlijk allemaal goed gemonitord met wifi-tracking. En daar gelukkig weten we heel goed wat die gebruiker en de woningvrager wil. Maar die partijen moeten gaan samenwerken. En als dat niet gebeurt, en dat is echt, dat gebeurt te veel op zo'n Jan Boerenfluitjes in menig binnenstad. Ja. En vastgoedeigenaar wordt wel als de, toch wel de pijnlijke factor genoemd. Dus die zullen toch heel snel iets moeten gaan doen of een paar moeten gaan opstaan. Anders blijf je naar elkaar kijken en dan kun je wel eens te laat zijn. De crisis gebruiken nu als momentum en ook als kans daarbij. Ja, en de plaatjes liggen er. Hè. Hoe zo'n binnenstad, iedereen weet ongeveer wel hoe zo'n binnenstad eruit ziet. Wat leuk is qua vergroening, dat die openbare ruimte moet meer kwaliteit hebben. Dat allerlei doelgroepen daar kunnen verblijven. Urban sports in de binnenstad zie je natuurlijk ook. Sommigen zetten in op ruimte voor soms ook speeltoestellen, et cetera. Dus je ziet eigenlijk al een trend om die openbare ruimte ook veel meer te gebruiken en veel meer te doen dan alleen maar boodschappen doen. Dus dat, heel veel dingen moet je eigenlijk zien te versnellen.
En de pijnlijke, ja, de mensen die er echt het meest pijn lijden, dat je die inderdaad een goed sociaal vangnet biedt. Ja. Want een aantal mensen verliezen natuurlijk hun baan. Dat kunt u zeggen, ja, jij mag praten, dat is natuurlijk zo. Maar nou goed, daar moet je natuurlijk gewoon goed voor zorgen. Ja. En vooral voor zorgen dat bedrijven die willen investeren en stappen voorwaarts willen maken, dat je dat die wat de ruimte krijgen. Ja, ja. Gelukkig wordt daar natuurlijk nu redelijk ruimhartig nationaal ook over nagedacht. Ja. Dat is maar goed ook. Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat Tilburg daar ook de stappen in gaat maken en de goede dingen mee gaat nemen. De stad is op orde, dus op zich gelukkig wel. Ja. Nou, we gaan het zien. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. We zijn bijna aan het einde gekomen van Bouwstof. Ik geef u nog even mee dat op 21 augustus weer de opening en presentatie van de expositie Toekomst van Logistiek Landschap in de Lokhal hebben. Wij hopen u natuurlijk de volgende keer weer live bij Bouwstof te ontmoeten. Dan volgt nu, vanaf zijn vakantieadres, het laatste woord van Martijn Leggers. Dit is geen coronacolumn. Eigenlijk had deze bouwstofavond een maand of twee geleden plaats moeten vinden. Maar ja, de corona en alles. Laat ik even heel duidelijk zijn. Ik kan het C-woord niet meer horen. Ik krijg uitslag als ik het mensen over de COVID-crisis hoor hebben. Of over coronacrisis. Of over dingen die door de corona nu afgelast zijn. Of over de zinsnede, maar ja, met de corona en alles. Ik kan er gewoon niet meer tegen. Ik begrijp de maatregelen. Sterker nog, ik ben het ermee eens dat ze er zijn. Ik snap ze, maar dat wil niet zeggen dat ik er nog tegen kan. Ik ben klaar met het C-woord. Ik ben klaar met coronafietspaden. Coronastickers in de bus, coronamaatregelen, coronadoekjes. Of natuurlijk, misschien nog wel veel erger, mensen die, wanneer je ze vraagt hoe het met ze gaat, standaard beginnen met ja, het zijn gekke tijden. Ik weet dat het gekke tijden zijn. We hoeven dat met z'n allen echt niet meer te blijven benoemen. Ik weet dat je bang bent om besmet te raken. Ik weet dat jullie Anneke en jullie Corné ziek zijn geweest en dat die er echt beroerd van zijn geworden. Ik weet dat het best vervelend is dat je steeds je handen moet wassen. Ik weet dat er iemand tegen je karretje aan zat te duwen bij de Albert Heijn. Ik wil gewoon dat als je zegt hoe het met je gaat, dat je dan zegt, ja, best wel druk, het weer is kut en onze Tini zit natuurlijk nog altijd met haar opgezwollen enkels, maar verder gaat het wel. Ik zeg niet dat we overbecoronaat zijn, maar het gezeik over de pandemie mag van mij op gelijke voet met de overbewinkeling een heel stuk compacter worden. Volgens mij denken Nederlanders, in tegenstelling van wat Talia Verkade zegt, op het moment helemaal niet vanuit de auto. We denken eigenlijk helemaal niet meer vanuit mobiele efficiency. We moeten ook helemaal niet stoppen met in de file staan of met over fietssnelwegen rijden. We moeten gewoon stoppen met benoemen dat het rare tijden zijn. We moeten gewoon stoppen met de zin, maar ja, corona en alles. Want als het afgelopen jaar één ding heeft bewezen, dan is het wel dat er eigenlijk maar één manier is om het autodenken te doorbreken. Eén dodelijke pandemie maakt van een voiturale samenleving in één handbeweging een coronale samenleving, waarin niets meer om de auto's draait, maar alles om het feit dat het toch wel vervelend is om de hele tijd je winkelwagentje te moeten ontsmetten, of dat je je oma, die je nog nooit in je hele leven een knuffel hebt gegeven, geen knuffel meer mag geven. Dat had de directeur van basisschool De Elze eens moeten weten. 2,5 litertje COVID door de schoolmelk heen en dat verkeerslicht had er binnen 2 weken gestaan. Wat ik zeg, ik ben klaar met het C-woord. Of, om met onze koning te spreken, het coronavirus kunnen we misschien niet uitbannen, maar het gezeik erover wel degelijk. Ik heb dan ook een baanbrekend idee voor de post-corona binnenstad. Ik ben er een groot voorstander van,
om een mensenplein te maken van alle straten en pleinen die omarmd worden door de Cityring. We gaan ons uiteraard allemaal netjes aan de regels van het RIVM houden. Maar verder houdt iedereen gewoon zijn bek over het zeewoord. Als je ergens tussen de Veldhovenring en de Bredase Weg gevraagd wordt hoe het met je gaat, kun je een bekeuring krijgen als je zegt dat het gekke tijden zijn. Als je in de Noordstraat de vraag krijgt hoe het ermee is, mag je alleen maar antwoorden dat het scheidweer is en dat de hond van de overburen volgende week een spuitje krijgt. Of dat het echt wel weer een stuk minder gaat met de opgezwollen enkels van onze Tini. Sterker nog, er moet op het radiopleintje een standbeeld komen voor de opgezwollen enkels van onze Tini. Schouder aan schouder met de kruikenzeiker. Niet lullen, maar poetsen. Een in brons gegoten Tilburgs duet. Ik wil een kwaliteitsteam met als managementtitel Q-team backhouden over corona in de spoorzone. Allemaal van onze belastingcenten. Het kost wat, maar daar betaal je dan ook voor. Het is geen leuke boodschap, maar in elk geval een realistische boodschap. Alleen samen komen we van het coronagezeik af.